voel je? Hoe gaat het nu? Top. Ik voel me helemaal goed. Ik ben terug waar het allemaal start, hè? Ja, hoe is dat? Is dit de eerste keer dat je weer op Gran Canaria bent? Ja, dit is de eerste keer na 2 maanden. Nadat ik de file uit ben, is dit de eerste keer dat ik weer terug ben. En je bent ook een beetje een overloper wel, toch? Want je woont nou in België, heb ik begrepen. Ik woon in België, ja. Nu is het allemaal veel gunstiger. Ja, hè? Iets met prijzengeld en zo, waar geen belasting over gaat in België. We hebben het allemaal door, hoor, dit. Nee. Ik ben samen met Alex in België. En vanuit Sint-Niklaas gaan we een leuk appartementje of een huis zoeken in België. Ja, hey, en het nieuwe Love Island seizoen staat natuurlijk voor de deur. Ja. Ga je kijken? Sowieso. Ja? Sowieso, ja. Ik heb de cast gezien, het ziet er top uit. Leuke mensen. Mm-hmm. Ik ben echt benieuwd. Ja, ik dus ook. Ik ben heel benieuwd. Ja, echt hè? Ja. Ben je nog steeds happily in love? Ik ben nog steeds happily in love. Je straalt ook wel een beetje, toch? Echt, ja. Ik ben Love Island meer dan dankbaar. Ik heb echt, ik ben super blij. Hoe is jouw leven als je één ding moet noemen waar je zegt, los van de liefde natuurlijk, want je hebt een bloedmooie Vlaamse schone aan de haak geslagen. Maar hoe is jouw leven nog meer veranderd nu? Van alle kanten, weet je. Je bent op straat, komen mensen op je af, die willen foto's maken. Heel veel positiviteit, liefde. Mm-hmm. En veel klussen, moet ik eerlijk zeggen. En je bent ook een beetje aan DJ, toch? Ja, ik ben nu DJ-lessen aan het nemen, dus stay tuned. Hey, en als jij tot slot nog één tip zou kunnen geven aan de nieuwe Love Island deelnemers, wat zou je hun mee willen geven voordat zij over een paar dagen helemaal in dat huis gaan? En, Tuurlijk, ik snap dat jullie zenuwachtig zijn, maar dat is normaal. Wees vooral jezelf. Dat is het belangrijkste, want je zit er best een lange tijd. En het moment dat jij iemand anders gaat voordoen dan dat je zelf bent, dan word je ontmaskerd. Ja. Dus wees vooral jezelf, wees rustig en de camera's die wennen gewoon. Dus je gaat de tijd van je leven hebben, 100% zeker. Okay, en je kan de ware liefde tegenkomen. Over ware liefde gesproken. Je kan ware liefde. Je kan dus echt ware liefde vinden in een programma. Ja. Ik weet dat veel mensen daar nog over twijfelen, maar dat is echt zo. Ja, maar Alexandra, hoe heb jij dit allemaal ervaren? Ja, het was voor mij ook een rollercoaster in Love Island. Ik ben veel downs gehad, ook veel ups. Nooit verwacht dat ik de liefde van mijn leven daar ging tegenkomen, maar ja. It happens. It happens. En ik ben ook heel blij. Is er nog een tip die jij zou willen meegeven aan de Love Island deelnemers van dit nieuwe seizoen? Ik denk dat soms er mensen zijn die met niet enkel voor de liefde gaan, maar ook een beetje voor de fame of voor om goed over te komen. En het is heel belangrijk dat je dat niet doet. En dat je echt gewoon puur jezelf blijft en echt voor de liefde gaat. Ja. En ik denk, dan maak je niet alleen kans om te winnen, maar ook echt gewoon om daar heel gelukkig uit te komen. Ja, want had jij daar niet soms een beetje moeite mee met het hele vleeskeuring aspect van het spel? Ja, ik was de eerste dagen of de eerste weken heel onzeker. Aangezien dat iedereen ook super mager was. En ik voelde mij niet helemaal zelfzeker. Het was letterlijk een vleeskeuring. Ja. Maar als je elkaar leert kennen, je ziet dat mensen jou niet meer gaan bekijken als een stuk vlees. Maar als echt Alexandra, en jij gaat de anderen ook bekijken. Niet meer bekijken als van die met haar perfecte lichaam, maar die persoon. En dan gaat het allemaal. Iedereen is mooi op zijn eigen manier. Iedereen is mooi op zijn eigen manier. Om even heel politiek correct. Oké, en tot slot nog even gewoon iets juicy's. Elkaars de grootste irritatie. Die zijn er nou toch ook wel een beetje. Hij is soms heel hard in dingen dat hij zegt als hij boos is. Ja. Soms zegt hij dingen dat ik denk van, of wordt hij ook snel chagrijnig. Dat heeft hij ook. Een beetje ochtendhumeur misschien ook, of niet? Heel de dag. Heel de dag kan er eens een ochtendhumeur momentje in zitten. Maar die gaan ook wel heel snel voorbij. Dus daar heb ik ook wel even mee moeten leren omgaan. En jij van Alex? Ze is heel impulsief. Oh ja. Je bent heel impulsief. Dus, en dat in positieve en negatieve zin. Negatieve zin. Als er... Een ruzie is bijvoorbeeld, dan kan zij iets zeggen als ze heel boos is, en dan heeft ze er wel spijt van, dat weet ik, dat ze dat gelijk ziet, maar dan heeft ze dan weer te veel trots om naar me toe te komen om te zeggen van sorry of wat dan ook, weet je. Maar dat doe je uiteindelijk wel. Ja.
Maar dat is soms waarvan ik denk van ja, even serieus, dat is echt heel lastig. Maar voor de rest, ja. Voor de rest een leuke meid. Ja, ça va, hè, ça va. Ça va. Dus jullie Love Island avontuur in, nou, laten we zeggen 3 woorden. Verkeerde eerste indruk. Oké, dat zijn er wel. Dat zijn 3 woorden. En bedankt. Ik weet het, de nieuwe islanders die niet gaan zien, maar niet hebben. Ja, dat gaan ze niet zien, maar geen verkeer of geen eerste indruk hebben van iemand. Want sta er voor open om iemand te kennen. Dit zijn hele zinnen, hè? Gewoon die je erop. Ja. Nee, maar dit is even een tip nog, hè? Ja. Oh ja, ja. Sta er voor open om iemand te leren kennen, al lijkt het alsof diegene niet je type is. Ja. Echt, serieus. Goede tip wel. Echt heel mooi. Ja, het kan echt heel mooi uitpakken. Dus, maar oké. Een geslaagd avontuur. Nou, jongens, ik wens jullie heel veel succes met jullie nieuwe huisje in België. Dank je wel. En ware liefde gevonden, het kan dus. Jullie zijn het bewijs.